Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties en bij Jut Fashion. Vandaag gaan we lekker barbecuen met Jeroen van der Velde. Horen we alle ins en outs van tienermeiden in hun allereerste vakantie in het buitenland. Gaan we het hebben over de Tour de France samen met Bjorn van der Langenberg. En wat doet Bokstel nu met vakantie? En dit alles onder muzikale begeleiding van Yannick en Niels. Het is vandaag dinsdag 14 juli. Hartelijk welkom bij Dommeland Live. Barbecuen. Ik ben heel snel vanuit de studio in één keer naar buiten gegaan. Het liefst zouden we willen dat de zon scheen, maar ja, het regent vandaag een beetje. Vandaag bij mij Jeroen van der Velde. Jeroen, welkom. Jeroen, jij gaat voor ons vanavond allerlei lekkere dingen bereiden. Om te beginnen, barbecuen. Hoe steken we nou een barbecue veilig en goed aan? Veilig. Een van de eerste veiligheidstips die je in acht moet nemen is dat je barbecue stabiel staat. Dat is nummer 1. Zorg dat je een emmer water bij de hand hebt. Kijk. Mocht je brandwonden hebben. Ja. Kun je ze meteen koelen. Ja. En verder tijdens het barbecuen zorg voor meerdere nijptangen om verschillende soorten vlees te kunnen pakken. Oké. Wat ik me afvraag, hè, om zo'n barbecue heen, als ik zelf barbecue, ik heb het zondag gedaan. Alle mannen staan er een beetje omheen met een biertje. Die heeft een verhaal, hè? Ja. Die. Is barbecue nu echt een mannending? Ja, als ik de keuze heb tussen ja en nee, dan zeg ik ja, het is een mannending. Ik denk, dat is mijn mening, dat het oergevoelens oproept. Ja, ja, we hebben ons vlees bereiden ja. Voor ons gezin. Dus we staan als stoere mannen, staan achter die barbecue. En ja, biertje erbij. Biertje erbij, het is, ja, het is een mannending. En we krijgen assistentie van de vrouwen. Zo zie ik het maar. Die maken de salades. Ja, daarover. Ja. Hey Jeroen, ik zie hier allerlei dingen staan. Wat ga jij vandaag voor ons maken? Nou Geert, ik heb gekozen voor 2 exotische gerechten. Oké. Okay. Het weer zit tegen, maar daarom smaakt het eten niet minder natuurlijk. ik wil werken, of ik ga werken vandaag met de langoustine. Ja. Dat is een keer iets anders dan de traditionele hamburger kip en de vleespies. Ja. Rivierkreeftjes, een groene gazpacho. Een groene gazpacho, wat zit erin dan? Paprika, avocado, knoflook en courgette. Okay. Fijn gemalen in een keukenmachine. En peper en zout, meer is het niet. En een rouleau van maiskip. Het normale Bokstelse woord is een kippenworst. Gewone kippenworst. Gewone kippenworst. Die heb ik vanmorgen gemaakt. Okay. Maar die gaat ook op de barbecue? Die doe ik op de barbecue. Oh, joh. Ja. En daar doen we dan een saus bij van ras el hanout. Een Marokkaanse insteek. En dat is gewoon heerlijk. Klinkt heel goed. Ik kom straks bij jou terug, Jeroen. Dan gaan we het over nog veel meer hebben. Goed. Eerst terug, Jolene. Ja, dat wordt straks lekker smullen. Succes, Jeroen, met het bakken. Geert komt zo ook terug. Wij gaan eerst even lekker genieten van het eerste nummer van Yannick en Niels. En dat heet Hot Air Balloon. Take a ride in my hot air balloon, just floating around in the late afternoon, while a soft summer breeze teases and plays with your hair. Covered in rainbows and covered in blue, I lie on a pillow of clouds next to you. Our worries will seem so much smaller if I'm up in the air. I know that you may be afraid of the flight. I promise you, baby, it'll be alright. I know for sure. 'Cause when you're around, nothing can bring me down. Anymore.
take a ride in my hot air balloon. When night starts to fall, we'll sail to the moon. While your eyes make the stars look like they're not even there. Celestial bodies as far as I can see, but yours is the only one pulling on me. The gravity fits you, your beauty is beyond compare. I know that you may be afraid of the height. I promise you, baby, it'll all be alright. I know for sure. When you're around, nothing can bring me down anymore. I know that you may be afraid of the fly. I promise you, baby, it'll all be alright. I know for sure. 'Cause when you're around, nothing can bring me down anymore. Mooi, wauw, super. Ja. Oh, ik kan mezelf al helemaal zien zitten op een zomers terrasje in een ver land, ja. In mooie orde. Ja, want dan zit je op school of je bent net van school en dan ben je 16 of 17 of 18 en dan komen de vakantiekriebels. Jonge meiden, jonge dames die op vakantie gaan, daar ga ik het over hebben met Sarah Bormans, Amber van Homelen en Britt Peters. Hartstikke leuk dat jullie er zijn, welkom. Dank je. Dan moet je me toch eens even vertellen. En ik begin bij Sarah. Er komt een idee, we gaan op vakantie. Vertel eens hoe dat bij jou gegaan is. Stel meiden. En die willen alleen maar gezelligheid. Zo'n leeftijd. En dan ga je zitten met z'n allen. En dan kom je uit. Maar stel, meiden die willen gezelligheid, er zijn er 10. We hebben even een foto van jou gekregen, want jullie gaan maar met liefst 10. Met 10 meiden? 10 meiden. Zo die. Ja. En die foto's gaan we zien. En ik zie heel even dat er iets met de microfoon is. En dat is mij, Sarah. Dan pakken we die er even bij. Is live, kan allemaal. Of doe jij dat even? Wat? Er ligt hier een microfoon. Ja. En die ja, gaat naar tuurlijk, Sarah. Tuurlijk. Zo geen probleem, geen probleem. Dank je wel. Ja. Sarah, alsjeblieft. Dank je. Nou, moet je de snoer even zo. Ja, bedoel, dan zit je hier. Dan moet je natuurlijk ook wel verstaanbaar zijn. Hè? Opgelost. Kijk even. Sarah gaat namelijk met een hele grote vriendinnenclub op vakantie. En daar wil ik veel over weten. Want jij gaat met 10 vriendinnen. Amber is er daar één van. We hebben even een foto. Ik weet niet of die al voorbij is gekomen. Want ik wil ze wel even zien, die groep. Dit zijn ze. Alle 10. Dat belooft wat? De party animals. Ja, Sarah, iemand kwam op het idee, hè? Je zei net, we willen gezelligheid, wij gaan op vakantie. Ja. En dan? Hoe gaat dat in zijn werking? En dan is het veel discussiëren met z'n allen. Want je wordt nooit heel snel meteen eens met z'n allen. Zit je alle 10 bij elkaar dan? Of is het tegenwoordig via de app? Nee, wel via de app. Gewoon een vakantie-app, zeg maar, aangemaakt. Oké. Gaat het tegenwoordig, sorry dat ik interrupeer, ik ging vroeger voor mijn eerste keer op vakantie, toen ging ik met z'n allen samen zitten en dan door van die foldertjes bladeren van al die jongere vakanties, is dat ook nog steeds of niet? Nou, wij hebben via internet eigenlijk al gekeken. We zaten ook al bij elkaar. Oké. Nou, ze moeten je wel hebben. Hou maar gewoon lekker dichterbij. Maar jullie hebben lekker via internet, hebben jullie... gekeken. Ja, we gaan zoeken via Beachmasters. En toen kwamen er wat bestemmingen uit, zoals, of was het meteen, waar gaan jullie naartoe? Het was wel meteen Lorette de Mar. Maar het hotel of appartement of zeg maar die dingetjes waren nog een beetje... Moest je nog uit gaan zoeken. Ja. Nou zit ik met het volgende, hè? Want ik ben natuurlijk ook ik ben ook die leeftijd geweest. Hoe vertel je het thuis? Amber?
Ja, nou, dit is al mijn derde jaar dat ik dan op vakantie ga. Oh. Dat was wel 2 jaar in Nederland. En hoe oud ben jij nu? 17. En dit is jouw derde jaar? Ja, toen ik 15 was. Ik ben in shock. Ja. Ik ben ouderwets. Ja, Geert? Ja, ik heb geen meiden. Oké, dat scheelt. Goed. Maar ja, ja, mama vond het zelf ook zeg maar gewoon heel leuk om naar het buitenland te gaan voor ons. Dus, ja, ze hadden er al bij geen problemen mee. Oh, wat fijn. Was dat bij jou ook zo, Sarah? Nou, het was bij ons wel even van, het is wel omdat ik nog nooit met vriendinnen op vakantie ben geweest. Vonden ze meteen naar het buitenland wel even slikken, heftig, zeg maar. Maar nu helemaal oké. Alles goed geregeld. Ja. Ik ga even over naar Britt, want even kijken, Amber en Sarah, jullie gaan met het groep, de groep van 10 meiden die we net zagen, hè, op de foto. Britt gaat ook naar het buitenland. Ja. Jij bent 18, hè? Ja. En jij gaat met 3 vriendinnen, hè? Ja, met z'n drietjes. En waar gaan jullie naartoe? Ook naar Lorette Mar. Het is niet geloven, wat een populaire bestemming. De boksel zit daar. Ja, is dat zo? We hebben ook een foto van het vriendenclubje waar jij, vriendinnenclubje waar jij mee op vakantie gaat. Ik vind dat vast leuk om dat thuis ook te zien. Hoe was dat bij jou, Britt? Is het ook van, hoe vertel ik het mijn ouders? Of was het daar ook heel gewoon? Ja, jij bent natuurlijk 18, dan ben je officieel bijna volwassen. Nee, toen was je nog geen 18. Nee, maar het was wel van, eerst gewoon verteld van, ja, we gaan waarschijnlijk gewoon op vakantie. Want dat was eigenlijk al het plan. En toen vertelde ik het mijn moeder en dat was wel van, moet ik wel even over nadenken, zegt ze. En deze denk ik een paar maanden wel over na moeten denken. Dus je was op tijd begonnen met voorbereiden? Ja, dat wel. Okay. Maar ja, ze was er niet al, ze is er nou nog steeds niet helemaal mee eens, maar ze vindt het wel leuk. We bellen die moeders van jullie nou ook onderling met elkaar op van ik zou dat wat doen. Precies, dat zou nee, nog niet, maar nee, ze zijn wel van plan om voor de vakantie even bij elkaar te komen om, als ouders. Ja, om het een en ander te bespreken. Om een noodplan klaar te leggen. Ja. Het is natuurlijk ook wel best wel iets, hè? Maar hebben jullie, want hoe gaat het bijvoorbeeld met vertellen dan als je het bijvoorbeeld Britt, jij vertelt het tegen je moeder. Ja. Maar heb je bijvoorbeeld gewacht op 2 andere meiden nog met vertellen? Zo van, ja, maar zij mogen ook. Dat moet je niet vertellen, want dat zijn allemaal ideeën, Geert. Nee, maar wel gewoon op het juiste moment verteld. Gewoon dat ze maar blij was. Wat is het juiste moment dan? Nou, rond de middag of zo, dat ze een goed weekend of zo achter de rug heeft. Ja. Oké. Okay. Dus dat is even nagedacht. En hoe kwam bij jou de bestemming Lorette, zeggen jullie, hè? Lorette. Nou, dat is meestal als het eerst naar het buitenland gaat, dan is dat een goede start. Daar ga je naar, Lorette. Ja. Oké. Okay. Dat is gelijk een heftige start. Ik ben er nooit geweest, eerlijk gezegd. Ik mocht niet. Jij mocht niet? Oh. Nee, niet naar Lorette. Oké. Okay. Waar mocht je wel heen dan? Naar Rimini. Oh. Dat is net zo erg. Oké. Okay. Maar hoe zit het met jullie, met jongens, bijvoorbeeld? Vraag ik me dan af. Hebben jullie vriendjes bijvoorbeeld? Ja, ik wel. Ja, maar hoe vindt hij dat dan? Dat jij nu op zo'n vakantie gaat naar Lorette? Want, zo'n mooie ronde dame. Het is volgens mij is het daar. Of niet? Ja, nou ja, hij vindt wel leuk dat ik ga en ik ga dan ook nog met hem. Dus ja, hij heeft niet heel veel problemen mee, volgens mij. Ik zag jou ook kijken. Ja, we zijn dan met de groep van 10 meiden, zeg maar. Alleen. Dat trekt wel bekijks. Ja, maar er zijn. Daarvan 2 meiden single. Ja. Dus 8 hebben een relatie. 8 hebben een relatie. Ik ben niet de enige. Dus. Ja, dus. Oké. Okay. Nou, dat is wel spannend. Het doel van jullie vakantie? Bezienswaardigheden? Nee. Dat zeg je omdat je moeder nu kijkt. Nee, we willen naar de El Paso kerk gaan. Oh, dat is leuk. Oké. Weet je, dan hebben we trouwens een mooie aflevering van. We hebben hem, nee, maar het doel van jullie vakantie, Britt, wat? Nee, gewoon slapen en feesten en drinken en zonnen. Dan kun je toch thuis ook? Waarom moet je dan naar Spanje? Dat is toch veel meer interessant. Ja, tuurlijk. Dan is het zo, dan hebben jullie de vakantie geboekt, je hebt de bestemming gekozen, allebei naar Lorette. En dan? Hoe zit dat dan met die voorbereidingen? Jij hebt al ervaring, Amber, maar weet je dan waar je allemaal rekening moet houden? Hoe ga je boeken? Het is toch ook wel heel anders, want ik heb dan 2 jaar ook in een tent gezeten. En ja, dan moet je aan hele andere dingen denken om mee te nemen als dat je in een appartement gaat. Jullie gaan in een appartement, waar je zelf kunt koken? Ja, we hebben dan 2 kamers van 6 personen, dus dan zitten we met z'n 5. Dus we hebben gewoon 2 keukens. En
ja, kunnen we daar mooi koken. En ga je koken? Ja, zijn we wel van plan in ieder geval. Ik zie Sarah zoiets van, wow. Ja, nou ja, ik kook wel eens. Oh, wat fijn. Dat zullen de moeders ook fijn vinden om te horen. Ja, maar we gaan ook wel een paar keer uit eten natuurlijk. Ja. Een snelle hap, maar... Ja, natuurlijk. En Brit, hoe ben jij voorbereid op al die Spaanse mooie Casanovas? Heb je zoiets van, oh, laat maar komen? Of maken jullie daar afspraken over? De Toreador. Ja, die, ja. Ik zie wel. Ik zie wel. Ik zie wel. Ja. Je hebt geen verkering. Nee. Nee, dus, ja, alles, dan sta je nog meer open, hè. Nou, ik ben dan de oude bezorgde moeder, hè. Oh, meisje, let je toch op dat ze niks in je drankje doen. Hebben jullie dat, kennen jullie die? Ja, zeker. Maar zijn jullie daar überhaupt mee bezig voordat je gaat? Of dat je, als je naar zo'n land gaat, dat je daarop let? Praten jullie daarover, Amber? Ja, we zijn ook wel met z'n tienen, dus we kunnen ook wel mooi op elkaar letten. Ja. Maar we hebben het er natuurlijk wel over, want ja, je bent toch wel in het buitenland. Het is allemaal niet bekend en als er wel gebeurt, je bent toch ver van huis. Dus willen we ook nog afspraken maken dat we ook op elkaar moeten letten. Ja, dat snap ik. En is het dan met tienen, is dat lastig, samen thuis bijvoorbeeld? Dat hadden wij vroeger. Ja, maar wij vinden niet echt dat we per se alles met z'n tienen moeten doen. Zodra er maar niemand alleen is, want dat is ook bijvoorbeeld met eten, als de ene, ja, niet iedereen wil misschien hetzelfde eten. We hebben ook niet gezegd, we gaan wel met z'n tienen. Mm-hmm. Al doen we een keer met de ene vijf gaan iets anders doen dan de andere, vinden wij dat ook geen probleem. Nee, dat snap ik. Mag iedereen uit jullie klas eigenlijk op vakantie? Alleen? Ja, bij mij wel, maar bij mij zitten er ook al veel ouderen in de klas eigenlijk. Ah, oké. Ja. Want even kijken, Sarah, hoe oud ben jij? 17. 17. En jij bent ook 17 en Britt is 18, hè? Dus die, ach, volwassen. Ja, technisch. Maar jij bent 17, dan mag je nog geen alcohol drinken, of wel? Nee. Oh. Nou heb ik... Hoe zit dat in Spanje dan? Volgens mij ben je in Spanje 16 al volwassen. Ah, oké. Ja, dat klopt. Okay. Ja, dus... Dat is eigenlijk ook een reden om daar eens lekker uit je dak te gaan. Ja, precies. Oké. Okay. Komt zeker goed, denk ik zo. Denk ik wel. Brit, de vakantie is geboekt. Word je dan daarbij nog geadviseerd? Jij bent natuurlijk hartstikke wijs van jezelf, maar ik denk aan verzekeringen en dat soort zaken. Hoe ben je daarmee omgegaan met jouw vriendinnen? Omdat we op dat moment toen we boekten nog allemaal 17 waren, hebben we gewoon alle verzekeringen die er aangegeven stonden erbij genomen. Omdat we dachten van ja, dadelijk dan missen we iets in de eigen verzekering die we als we 18 hebben aangesluiten. Dus we hebben alles erbij genomen, zeg maar dat is niet zo slim geweest, want... Oh, dan heb je een hele dure... Ja. Oké. Okay. Ja. En kon je dan nog herstellen? Of? Nee, helaas niet meer. Maar ja, dat is een leerfoutje. Ja, nou ja, dat doe je de volgende keer niet meer. Nee, inderdaad. En allemaal al, hebben jullie allemaal al eerder gevlogen? Ja, ik wel. Ja, het is tegenwoordig, hè? Ja, dat is heel normaal. Als jullie daar aankomen, wat is het eerste wat jullie daar gaan doen als je de koffers binnen hebt gezet, Sarah? Drinken. Ik denk dat we naar de supermarkt gaan en even wat eten en drinken inslaan. En dan gewoon lekker naar het appartementje, denk ik, of naar het strand, kan je dit niet. Wanneer kom je, rond welke tijd kom je aan? We vertrekken 3 augustus. Ja, en op wat voor tijdstip van de dag kom je dan aan? Dat durf ik niet te al zeggen. Heel vroeg, om 9 uur ongeveer al. Volgens mij ben jij degene die alles een beetje in de gaten houdt. Een beetje de stabiele factor om het een beetje te coördineren. Nou, dat is fijn, toch? Ja. Dus dat is hartstikke nodig. En jij, Brit, hoe laat kom jij aan daar? Rond 8 uur 's ochtends ook. Oh, dat is vroeg. Ja, dat is wel fijn. Maar heb je een lange dag? Ja, dan heb je die hele dag nog. Want dat is wel fijn, want op de terugweg dan moeten we al om... 8:30 's ochtends vliegen, dus dan heb je heel die dag al eigenlijk verpest. Omdat je dan toch terug moet. Ja, want hoe lang blijven jullie? 10 dagen. Ja, wij ook. Dat zijn die pakketten dan die je hebt. Dat was heerlijk, hè? Even 10 dagen. Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk, dat is zo'n programma hè, op televisie, daar vergelijk ik het dan mee. Ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar... dus jullie denk dat jullie wel weten welk programma dat is. Met de ouders of zonder de ouders? Ja, allebei. Ja, allebei. Maar wordt het zo vakantie? Nee. Dat weten een heleboel mensen niet waar het nu over gaat. Ze hebben zo'n programma dan... Zonzee, seks. Ja, dat ouders die gaan mee, hè? Ja.
Nou, de ouders gaan dan mee. De ouders gaan controleren wat de jongeren doen, inderdaad. Hoe zouden jullie dat vinden? Nou, maar niet goed. Voor mij zou het echt niet uitmaken. Oh. Nee, voor mij mogen ze het zien. Ja, dus... Ik zie mijn moeder dat nog best wel doen. Oh. Ja? Dat ze een beetje meereizen. Ja? Ja. Ja. Nou ja, ik ben ook jong geweest en dan wil je gewoon niet dat alles, niet dat je dan rare dingen hoeft te gaan doen, maar het is toch een beetje privacy. Er waren er twee nog maar single, hè, bij jullie? Ja. En hoe is dat bij jullie? Er zijn ook twee single en eentje heeft een vriend. Ah, oké. Okay. En als je nou zeg maar zo'n leuke jongen ziet, dan zullen heel veel Nederlanders zijn, denk ik dan maar, hè? Heb je dan, hoe zit dat, Geert? Zijn er nog openingszinnen die hot zijn? Dat ga je mij vragen. Oh, iemand die kinderen heeft al jaren eruit is. Brit, heb jij enig idee? Wat is een beetje een leuke binnenkomer? Wie mag dan, als zo iemand iets tegen jou zegt, een leuke openingszin? Waar ben jij gevoelig voor? Nou, wij waren een keer op een feestje en toen kwam er een jongen naar mij toe. Die was allemaal zo rond aan het kijken. En ik dacht van, misschien is hij iets kwijt. Dus ik ging zo mee rondkijken. Ik zo, ben je iets kwijt? Hij zo, ja, ik ben mijn openingszin verloren. Ja. Ja. Dus dan moest ik wel lachen. En zo raak je dan in gesprek. Oké. Ja. Zijn jullie van plan om lekker de disco in te gaan? Om te dansen, Sarah? Zeker. Ja? Ja. Dat is eigenlijk het doel, hè? S'avonds op stap. Ja. Ja. Hoe gaat jullie dag er een beetje uitzien, Amber? Ja, ik denk, we gaan dan gewoon 's avonds mooi op stap en het zal niet te vroeg thuis zijn, denk ik. En dan gewoon 's ochtends zelf met z'n allen ontbijten en dan willen wij wel een beetje op tijd naar het strand. Niet heel de dag, niet pas om 3 uur ons bed uit, want dat vinden we ook weer zonde. Mm-hmm. Ja, 's avonds lekker eten, dan nog even het terrasje op en mooi op stap, denk ik. Kijk. En bij jou, Britt? Ja, zoiets hetzelfde, denk ik wel. Misschien komen jullie elkaar nog wel tegen. Ja, we zitten wel dezelfde tijd, ook. Dus wie weet. Ja, een paar dagen samen. Ja. Dus, hartstikke leuk. Misschien. Nou, veel plezier zou ik zeggen. Ga lekker genieten. Dank je. Pas een beetje op, zou ik zeggen. Ja, en jullie vakantieplannen weten we. Maar wat zijn nou de vakantieplannen van Bokstel? Kijk maar even mee. Hallo. Hallo. Waar komen jullie vandaan? Uit Sicilië. Sicilië? Ja. Italië. Ze spreken Duits. Ja. Ze zijn op ferien hier? Nein, wir sind LKW-Fahrer. Wir gehen jede Woche hier in den Laden, im Boxstop. Aha. Und haben Sie noch Ferien dieses Jahr? Ja. Wo gehen Sie hin? Ja, in Sizilien bleibe ich. Ich habe schon das Meer. Wir gehen nach Sizilien. Ja gut, schön. Ich muss zur Taormina fahren. Ja. Sehr, sehr schön. Können wir mitfahren? Ja, natürlich. Ja? Kein Problem. Wie spät? Morgen früh. Morgen früh? Ja. Okay. Um 10 Uhr können wir los. Okay, ist gut. Danke. Danke. Ciao. Nee, nee, ze maakt niet op tv. Dit is radio, dit. Oh, radio. U heeft de zonnebril al op? Ja. Nee, mag u eens ophouden? Ja? U gaat op vakantie nog? Ik ben net zeker niet. Aha. En waar bent u geweest? In Frankrijk. Waar precies? In Montpellier. Montpellier. Oh, dat ken ik, ja. Nee. Vlakbij... Carcassonne. Ja, dat wou ik zeggen. Carcassonne. Hoe is je compagnon? Ja. Daar woont mijn zus en daar ben ik een week geweest. Leuk. Ja, dat is heel leuk. Heeft u goed gesmeerd? Goed gesmeerd. Oké, nou dan smeer ik hem nu. Ja, dankjewel hoor. Ja. Ja, dat wordt dan douwe, hè. Hé, mooi k***, hè. Ja, dan moeten we even eruit knippen, dat woord. Ja, doe maar. Doe het even over en dan zeg je, hij doet het niet en dan komt ze terug. Ah, hij doet het niet, hoor. Doet je niet? Nee, dat nee, is mooi. Vervelend. Vervelend? Ja, ik zeker. Ga je nog op vakantie? Nee, ik heb deze wel een vakantiegeld gekocht, maar niet zo slim aankoop. Nee. Nou, ik heb er ook even staan van, dus veel succes. Ja, dankjewel. Ik probeer nog even verder. Hey. Later, hè. Die op vakantie. Nee, die gaat niet. Dat was onze razende reporter Roel. Ik zeg, het is weer tijd voor muziek. Heerlijk. Yannick en Niels, take it away. Teary.
trying to recall those soft summer nights spent beside my sweet summer love. Sun lost its glowing, the world's painted gray. Cold winds are blowing, my thoughts far away. To his tender kiss, how I miss my sweet summer love. Sometimes I wish I not remembered the cutest boy I ever knew. It's only just September, and I'm already missing you. Sunshine is sleeping, snow starts to fall. I spend my nights weeping, trying to recall your hair on my hips, sharing lips with my summer love. Sometimes I wish I not remembered the cutest boy I ever knew. It's only just September, and I'm already missing you. Now if I see you on a sunny holiday, I'll never ever leave you. Together we will stay no more. Next to you, it's summer whole year through. Ja, ik ben inmiddels weer terug buiten bij Jeroen, die hier heerlijk staat te barbecuen. Hey Jeroen, we zien die rookpluimpjes weer boven de schuttingen uitkomen. Ja. Volgens mij zijn het voornamelijk aangebrande speklappen. Althans, ik heb er zelf af en toe last van. Die valt er even tussen. Of het vuur begint heel hard. Ja, ja. Hoe zorg ik ervoor nou dat die speklap niet aanbrandt? Speel met de temperatuur. Als je merkt dat je barbecue gaat roken, leg je vlees aan de kant en ben je in bezit van een deksel, doe het er eventjes op, dan heeft hij geen luchttoevoer en dan gaat de temperatuur weer dalen. En zo speel je. Je moet ook barbecuen om lekker te kunnen eten en te genieten met z'n allen. Ja. En je moet je barbecue niet aansteken om te zeggen, want ik heb honger, we moeten zo vlug mogelijk eten. Ja, volgens mij wil iedereen hem binnen 10 minuten het vlees klaar hebben. Neem je tijd en geniet. Ja. En maak er een feest van. Ja, want dit ziet er prachtig uit. Maar wat maakt barbecuen voor jou persoonlijk nu zo leuk? Nou, ik vind het leuk dat ik dingen kan doen op de barbecue die je niet verwacht. Zoals werken met schaaldieren of exotische vruchten of met bepaalde groentesoorten. Het gebruik van bananenblad. Dat kan ook op de barbecue zelf? Nou kijk, bananenblad, die kun je gebruiken in plaats van aluminiumfolie. Joh. Dus, wat je kunt doen is een langstiende pakken, je kunt hem inrollen en je legt hem op je barbecue en laat lekker gaan en hou hem in de gaten. Wauw, dit ziet er al heel goed uit trouwens. Gaat het goed? Gaat goed, Gaat goed. Oh lekker, heerlijk. Ik ben alvast begonnen. Je zegt alles kan met de barbecue. Iedereen heeft de indruk bij barbecue vlees, maar barbecue en vegetarisch, gaat dat ook samen? Tuurlijk Geert, geen probleem. De groentesoort
die bij mij favoriet is, die ook het beste gaat op de barbecue, ja, is een aubergine. Ja. Nou, je snijdt daar een plakje van. Je gebruikt olie. Ja. Nou, je smeert hem in. En je legt hem bij de barbecue. Kijk. En het is weer wachten. Wat is nou jouw favoriete gerecht voor de barbecue? Nou, die presenteer ik vandaag. En dat is dan toch de langoustine. Ja. En een exotische vrucht, de pitahaya, ofwel het drakenfruit genoemd. Ja. Qua smaak te vergelijken met een kiwi. Dat vind ik heerlijk om te eten. Oké. Okay. Dat is mijn favoriet. Ik ben heel benieuwd. Jij komt straks in de studio ons even wat laten proeven. Zeker wel. Ja. Je staat hier gelukkig onder een overkapping, ja, want het regent. Ja. Dus niet echt barbecue weer. Maar ja, goed. We hebben het niet voor het zeggen. Nee. Nee. Jolene, terug naar jou. Ja, dankjewel Geert. Wij gaan nog even kijken naar onze Roel, die in Boksel op pad was, om te kijken wat de vakantieplannen van onze Bokselaren waren. Zijn. Wanneer hebben jullie vakantie? Deze week nog en dan nog 1 week en dat is ook klaar. Oké, okay, waarom ben je blijven zitten? Ik ga dan gewoon naar de middelbare toe. Middelbare toe? Hoe wil je dat doen? Naar HAVO. HAVO? Hartstikke goed. Ja, hij let goed op in de klas. Vakantie! U ziet eruit alsof u toe bent aan een paar weken vakantie. Ik woon in Boksel, maar ik ben Amerikaans. Amerikaans? Ja. No problem. Ja. I spoke German. So what is your question? Are you going on holiday? Yes. Gaat u nog op vakantie? Yes. Where are you going to? Croatia. Kroatië? Yeah. Sailing. Sailing? Ja. Yeah. Okay, I know a song about sailing. I bet you do. You sing together? No. I am sailing. Yes. My husband is a sailor. Oh. With a lot of tattoos. Sailing. With a lot of tattoos on his head. Like Popeye? Yeah, just. Okay. Give him my regards. I will. Thank you. Dames, gaan jullie op vakantie? Ja. En je vriendin niet, die heeft geen zin? Jawel, die gaat ook mee. Waar ga je naartoe? Blankenberg. Blankenberg. Ja. En waarom niet naar Verwegistan, Spanje? Kost geld. Ja, hier, maar hier toch ook? Ja, maar niet zoveel. Oké, okay, en als het dan allemaal regent, wat dan? Ja, pech. Pech wat? Ja, gewoon zijn plan, hè? Ja. Hoe oud ben je? 16. Oh, cola en cola light. Cola light. Superijs. Ja. Ja. Hallo mevrouw. Hallo. Lekker worstenbroodje? Heerlijk. Dat dacht ik. Ja, zeker. U houdt van lekkere dingen? Ja. Vakantie? Heerlijk. Gaat u dit jaar op vakantie? Nee. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Volgend jaar? Ook niet. Ook niet? Ik kan niet weg, hè? Nee, dat is waar. Maar als we nou samen op vakantie gaan? Ja, wel. Nou, dan gaan we. Ja, we gaan. Huppakee. Ah, rijden. Tot ziens! Domme land! Lekker op de bank, het is zondag, met de familie. Op de achtergrond hoor je toeterende auto's, je hoort demarrerende fietsers. De zomer is begonnen, Le Tour de France, oftewel de Tourkoorts is weer tot ons gekomen. Vandaag bij ons op de bank Bjorn van der Langenberg. Welkom. Goedenavond. Om over onder andere de Tour te praten, maar ook over jouw eigen fietscarrière, want je bent zelf ook fietser. Hoe is het bij jou begonnen? Hoe is het bij mij begonnen? Ja, ik heb 28 jaar lang gevoetbald en op een gegeven moment flink wat blessures gekregen. En de dokter zei, we gaan maar eens een andere hobby zoeken. En dat is fietsen geworden. En ja, eigenlijk had ik er 20 jaar eerder mee moeten beginnen. Ja? Misschien had ik wel in de Tour gefietst. Ja, want het bevalt je heel goed, het fietsen. Want de meeste mensen uit Boksel kennen jou als de zoon van de plantenkweker. Maar toch voor het fietsen uiteindelijk gekozen, voor de sport. Ja, 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 ik heb uiteindelijk ook van eigenlijk mijn hobby sport ook mijn beroep gemaakt. Ik heb altijd thuis in de boomkwekerij gewerkt, maar uiteindelijk mijn hart en mijn passie gevolgd. En dat is toch de sport. Dus ja, zodoende. Ja. En je fietst allerlei prachttochten. Hè? Ik volg je zelf op Facebook en volgens mij heel veel mensen in Boksel. We zien je ook vaak in de krant staan. Wat is er zo mooi om dat soort hele zware tochten eigenlijk te fietsen? De sportieve uitdaging, maar ook gekoppeld aan een goed doel.
Kijk, je kunt een vakantie boeken en een week gaan fietsen in het buitenland. Maar ik vind het veel leuker om dat te combineren met een goed doel. Dat je er ook echt mensen mee steunt. En daarom heb ik ook anderhalve week geleden de Giro di Kika gereden. Ja. Een zesdaagse fietstocht door Italië, door de Dolomieten. Ja. Voor de strijd tegen kinderkanker. Ja. En dat was wel echt een super ervaring. Ja, maar het is enorm zwaar. Hoe bereid je je eigenlijk voor op zoiets? Trainen. Ik heb een jaar geleden ingeschreven voor die tocht. En ja, toen ben ik ook echt als een soort topsporter gaan leven. Ja. Weinig feestjes, geen alcohol meer. Veel trainingsuren maken. Ieder weekend van huis. Vindt je vrouw dat wel leuk? Ze vindt heel leuk dat erop zit nou. Ja. En maar ja. Het is ook een soort van verslavend, hè, wat je vaak hoort van sporters. Ja, klopt wel. Je merkt dat je beter wordt. De stofje endorfine maak je aan. Je krijgt er gewoon een boost van. Iedere keer als je weer naar Limburg gaat en die heuvels inrijdt. En je merkt dat je iedere keer iets makkelijker omhoog fietst. Ja, dus, ja, je kunt wel een soort verslaving noemen, ja. Ja. Doe jij dit, want je zei het net al, komen we zo nog op terug, de Giro de Kika. Dit soort tochten, fiets jij die altijd voor het goede doel? Niet altijd, want het kost best wel wat energie. Het is niet alleen trainen, maar het is ook geld inzamelen voor het goede doel. En ja, daar gaat best wel wat tijd in zitten, want daar wil ik dan ook echt mijn best voor doen en zoveel mogelijk geld ophalen. En naast je werk, je privéleven, de trainingen en dan ook nog geld inzamelen, ja, dan heb je een behoorlijk drukke agenda. Ja. Als ik even mag vragen, want ik hoorde jou eerder zeggen, ik heb van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. Ja. Wat voor soort werk doe je dan? Nou, ik geloof erin dat sport de kracht bezit om de wereld een stukje beter te maken. En dat is voor mij ook reden om aan die goede doelen deel te nemen. Mm-hmm. Maar dat is bij mij ook de basis geweest om met mijn eigen bedrijfje te beginnen. Ik organiseer sportevenementen, sportclinics en presentaties met topsporters voor het bedrijfsleven. Met als doel om mensen te motiveren en te inspireren. Zo. Wauw. Om ze ook weer op de werkvloer een stukje verder te brengen. Ja, mooie doorzettingsvermogen. Ja, mooie parallellen maken tussen topsport en bedrijfsleven. Want ik denk dat wij heel veel kunnen leren van topsporters. Ja. De manier waarop zij met hun, ja, met hun sport omgaan. De passie die ze voor hebben. Kijk, zo'n Laurens ten Dam die van de week van zijn fiets viel. Schouder uit de kom. En die zegt tegen zijn eigen, ja, maar ik heb hier niet een jaar voor getraind om nou af te stappen. Dan houd ik de schouder maar terug en ik ga door. Ja. Ja, zoiets vind ik geweldig. Ja. Ja, die zijn heel gefocust op het doel, dat wil je eigenlijk te zeggen. Ja. Het doel wat ze willen volgen. Ja, precies. Daar kunnen wij wel wat van leren. Niet te snel opgeven. Ja. Doelen stellen, er ook vol voor gaan. Ja. Geloof dat betekent in jezelf. Ook vaak dat je heel veel moet laten vallen, toch? Ja, je moet er veel voor doen, maar ook veel voor laten. Ja. Dat klopt, ja. 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 De Giro de Kika. Wij hebben wat beelden van jou. Laten we daar even naar kijken. Oké. Okay. Buongiorno iedereen. Dag Isa, dag Mat. Gisteren zijn we aangekomen in Italië. Hebben we even de beentjes losgefietst. En vandaag doen we nog even een laatste zware klimtraining. Even de beentjes laten wennen aan die bergen, want dit is toch iets anders dan een rondje Bokstel. Hey, de Vedeci, daar zijn we weer. Dag 3. Vandaag geen berg op de achtergrond, maar de finishstraat. Ik heb er weer ruim 147 kilometer op zitten, 2300 hoogtemeters en ruim 100 kilometer solo op kop gereden. Dag 5, Beltjesdag. Man, wat een zware etappe vandaag. Dag 6, man, wat is het voorbij gevlogen en wat heb ik genoten, 6 dagen lang. Man. Zal jij vaak gezegd hebben? Ik kwam woorden tekort. Man. Hoeveel waren de aantal kilometers die je eigenlijk in totaal gefietst hebt? De tocht op zich was 920 kilometer. Maar ik had beloofd om 1000 kilometer te maken. Dus ik heb nog een trainingstochtje gemaakt. En uiteindelijk ook 1000 kilometer gefietst. Jeetje, zeg. Ongelooflijk. Hey, nu je nog steeds aan het bijkomen? Wat dat betreft, ik denk maar als je 1000 kilometer fietst hebt, ik denk dat ik een jaar moet bijkomen.
Ik zou ze niet halen, maar... Ja, ik ben anderhalve week terug nu. Ik heb mijn fiets nog niet aangeraakt. Maar het begint wel weer te kriebelen nu, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar het is met name ook bijkomen... gewoon van heel de beleving daar. Ja, want ik heb jou voor aan de uitzending even gesproken. Toen vertelde je mij, tegen mij dat het voornamelijk ook veel bijkomen is van de indrukken die je hebt opgedaan. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is niet alleen de sportieve uitdaging, maar ook de emotie die daarbij komt kijken tijdens een evenement. Mm-hmm. Ik heb Alpe d'Huez heb ik 2 jaar geleden gefietst. Daar deden 8000 man mee. Mm-hmm. En hier deden maar 300 man mee, inclusief begeleiders, supporters. Dus het is een veel kleinere groep, het is veel intiemer. Je hoort de verhalen van andere deelnemers. Er waren ouders die hun zoontje en hun dochtertje zijn verloren. En die daar dan fietsen om dat verlies te verwerken. Ja, en als je daar dan aan bij kunt dragen, je fietst met die mensen. Ik heb op een gegeven moment de moeder van het dochtertje mee omhoog geduwd op een van de laatste bergen, omdat ze zo zwaar had. En ook om haar als eerste boven te laten komen voor haar dochtertje. En er zijn wel momenten die bijblijven in zo'n week. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. Jij vertelde in het filmpje Mats en Isa. Wie zijn dat? Mats is zoontje van een kennis van mij. Daar heb ik 2 jaar geleden Alpe d'Huez voor gefietst. Mm-hmm. Die is inmiddels gelukkig genezen. En Isa is het dochtertje van vrienden van mij, die lijdt momenteel aan leukemie. Nou. Die heeft nog 2 maanden van haar behandeling te gaan. Het ziet er allemaal op zich prima uit. Oh, gelukkig. Maar het is wel fijn om daar iets voor te kunnen doen tijdens een fietstocht, om ze zo te steunen. Want dat is het vaak, hè? Als kinderen ziek zijn, iedereen wil wat doen. Ja. En dan is dit wellicht voor jou de uitlaatklep. Ja, als je met je sport, met je passie mensen kunt helpen. En al is het maar om een glimlach op de gezicht te toveren. Dat is gewoon goud waard. Ja, mooi dat je dat doet. Ja. Hoe vond zo Mats dat jij het voor hem eigenlijk, of voor hem, je bent voor hun aan het fietsen. Hoe ervaart zo'n kind dat eigenlijk? Ja, Mats was wel onder de indruk van mij met mijn fiets. Ik ben vlak voordat ik naar de Giro di Kika ging, ben ik even bij Mats op bezoek geweest. En toen heb ik hem een fietstenu gegeven. Hetzelfde tenue waar ik ook de Giro di Kika in heb gefietst. Oh. En hebben we symbolisch samen een rondje gefietst. Dat was wel een mooi moment, ook voor Mats. En super. Wat mooi dat jij daar allemaal aan denkt om dat zo aan te pakken. Wat geweldig, wat inlevend. Dus toch een soort afsluiting ook voor Mats, een periode van zijn ziekte. 2 jaar geleden voor gefietst, inmiddels genezen en inmiddels heeft hij ook leren fietsen. Dus was het dan mooier om dat af te sluiten en samen met hem een rondje te fietsen. Mooi. We hebben nog wat beelden van jou uit een stukje Dolomieten, kan dat? Ben je de Dolomieten geweest? Ja. Ja, laten we even kijken. Buongiorno, daar zijn we weer. Vandaag de koninginnenrit. 167 kilometer. 3300 hoogtemeters. Meteen vanuit de start zijn we begonnen aan de Gavia, een klim van 25 kilometer. Ik zit nu op de laatste kilometer naar de top. Het toverwoord voor vandaag is doseren. Rustig aan. Er komen nog 3 klimmetjes. Ze zullen energie hard nodig hebben. Beentjes voelen goed. Als dat voorteken is voor de rest van de rit, komt het goed. Mensen de groeten. Ik ga verder met genieten. Ciao! Zo, hoppa. Ja. Was dat nou iedere keer, iedere dag na een etappe? Na iedere etappe was het herstellen, eten, slapen. Maar dit was de ontlading aan het eind van de rit. Feesten met z'n allen. Ja, wel verdiend ook. Hè? Ja. Even een heel ander onderwerp. Tour de France. Hè. We zijn nu al eventjes op weg. Gisteren was het een rustdag. Hoe ervaar jij de Tour op dit moment? Ja, ik volg hem toch wel fanatiek. Zeker sinds ik zelf fiets. Dan weet je ongeveer wat die jongens allemaal doormaken. Hoe zwaar het is. Ja. Kijk, wij hebben
We hebben zelf ooit samen een keer een ritje gemaakt. Echt, wij, ja, op Bjorn en ik. Wij, nou, ik zal het nooit meer vergeten. Ik ook. Bjorn die, nam mij mee op een dagje fietsen in Maastricht. Of nee, in Limburg. En toen zei ik van, nou, dat doe ik wel. En de eerste, het begon gelijk met een heuvel. Ik denk, ik wil mezelf niet laten kennen. Dus ik, De Keutenberg. En ik kwam boven. Ik zei, laten we even stoppen. Ik kreeg alles draaien. Ik ben bij een boom gaan staan. Toen kwam alles uit. Daarna wel weer doorgegaan. Maar dat was mijn ervaring met Bjorn van der Langenberg. Een dagje fietsen. Nooit meer. Maar goed. Nee. Hoe doen de Nederlanders het in jouw perspectief, Bjorn? Ja, ja, met de Tour. Laten we even overheen. Een ander onderwerp. Ja, nou, die doen het volgens mij wel goed. Wisselend. Dumoulin had bijna het geel kunnen pakken. Ja. Die is gevallen. Nou, jammer. Laurens ten Dam gevallen. Hij had ook veel van zijn Tour verwacht. Maar ja, ik vind het super dat hij weer opstapt. En ik denk ook dat hij nog een etappe gaat winnen. Dus onthoud die woorden. Ja. Ja. Ik heb vandaag... ik had nog een vergadering voordat ik hier naartoe kwam. Maar ik heb met een collega tussendoor op de laptop hebben live de Tour zitten kijken. En ik zag dat Geesink echt super reed. Die reed gewoon top 4. En in zo'n zware etappe is ze echt heel goed. Heel knap. Ja. Dus, hoe kijk jij, want de Kort, die kennen we natuurlijk allemaal. Koen? Ja, Koen de Kort. Koen de Kort. Ja. Ja, ze hebben Giant Alpecin. Is eigenlijk een knecht voor Kittel en dat lijkt me toch Degenkolb. Zo erg. Ik snap er ook niks van, een knecht. Dan heb je dus niks te zeggen. Nee, maar ook dat kan heel waardevol zijn. Op het moment dat jij in een finale de sprint aantrekt voor jouw teamgenoten en die wint dan uiteindelijk de etappe, ja, dan heb je toch wel een voldaan gevoel. Maar maar wie zijn de mensen die bijblijven? Dat zijn de mensen die etappen winnen. Dat wil je toch als sporter? Ja, klopt. Maar je gaat er toch als team naartoe en de teamprestatie is er ook wel heel belangrijk. Ja? Ik snap daar niks van. Echt niet. Maar ik ben een vrouw, ik heb weinig verstand van wielrennen, maar ik zou zelf willen winnen. Ja, ja. Vaak zitten die renners, die krijgen teamorders. En op het moment, zitten ze in de bergen, zijn die sprinttreintjes niet zo relevant. Maar. Okay, afgelopen week stond in de krant een kop van... we hebben natuurlijk heel veel te maken gehad met drugsgebruik binnen de Tour. Dat deze sport niet meer zonder drugs kan. Zonder doping eigenlijk. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja. Want het is natuurlijk bijna niet natuurlijk om zo'n zware aanslag op je lichaam te plegen. Inderdaad, het is niet gezond zo'n aanslag op je lichaam. 3 weken lang fietsen. Ja, die mensen, die jongens, die zijn zo getraind. Natuurlijk, er zal altijd wel een renner tussen zitten die nog doping gebruikt. Maar ik denk wel dat de sport een stuk schoner is als 10 jaar geleden. Mm-hmm. Mm. Maar helemaal geloofwaardig zal die sport denk ik nooit worden. Laatste vraag. Zou jij zelf geen prof willen zijn? Ja, tuurlijk. Daarom zei ik straks al. Ik wou dat ik 20 jaar eerder mijn fietsen was begonnen. Want ik merk gewoon dat ik er wel talent voor heb. En ja, God weet hoe ver dat ik had kunnen komen. Ja. Ja. Nou, ik wens je een hele fijne Tour toe. Dankjewel voor je prachtige, mooie verhaal. Ook over de Giro de Kika. En zet hem op, ook met je bedrijf. Gaan we doen, dankjewel. Dankjewel. Ja, en we hebben het over Frankrijk. En ik hoorde net dat we iemand aan de lijn hebben. Namelijk een aantal weken geleden vertrok onze omroepcollega Brigitte Steer samen met haar man René de Jong op wereldreis. Per zeilboot. En als het goed is, heb ik Brigitte nu aan de lijn. Hallo Brigitte. Dag Jolene. Oh, wat leuk om jou te horen. Super. Ach, het lachje is er weer. Helemaal goed. Oké. Brigitte, hoe is het met je? Het is goed met ons. Ja, waar ben je nu? Wij zitten nu in Trébourdon. Dat is Bretagne, Frankrijk. Het is nog niet zo heel ver weg, hè? Nee, het is nog niet zo heel ver weg. De wind stond niet zo gunstig als we gehoopt hadden. Aan de andere kant is het ook wel lekker, want dan kunnen we een beetje wennen. Ja. Onthaasten. Is het wennen, Brigitte? Ja, het is zeker wennen, Jolene. Ja, vertel eens, wat is er zo... waar heb je het meeste moeite mee in het begin? Of wat valt er wat zwaar of zo?
Is dat een goede vraag, zeg maar? 24 uur per dag bij elkaar op de lip zitten. Ja. Oh, la la. Ja, en dit is pas de derde week? Ja, maar niet dat het vervelend is. Nee, maar dan moet je aan wennen. Ik las vanmiddag, want we hebben even contact gehad op de app, dat René vanmiddag het zeil in moest. Want vertel eens, wat was er los met het zeil? Nou, we hebben een voorzeil en we hebben een groot zeil. En dat voorzeil, dat blijft af en toe hangen. Oh. En dat is niet prettig. Want als je minder zeilen op wil zetten, dan wil je hem in kunnen rollen. En wil je weer wat meer zeil opzetten, dan wil je hem uit kunnen rollen. En nou hadden wij ooit het lumineuze idee om maststeps op de mast te plaatsen. Ja. Dus dan hangen we René aan een lijn. En die loopt dan eigenlijk zo langs de mast omhoog. En die kon even kijken van wat is er aan de hand. Maar het schijnt loos alarm te zijn, dus we hopen dat het allemaal goed gaat verder. Nou, dat is hartstikke goed, Brigitte. Wat is jullie? Jullie liggen nu aangemeerd in de plaats die jij net noemde en die ik alweer vergeten ben. De moeilijke Franse naam. Wat zeg je? Vreeboel dan. Wat ga je vanavond nog doen? Het is nu laat. Is dat dan iedere avond, omdat het vakantie is, de kade op en gezellig aan de borrel samen? Nee, joh. Nee, ja, ik weet niet. Het is eigenlijk gewoon net als thuis, hè. Het is ook gewoon hier weer je boodschapjes doen, eten en drinken en op normale tijden waar iedereen dat in Boksel op doet. Mm-hmm. Maar het is vandaag natuurlijk Cartoortes Wiet. Ja, de dag in Frankrijk, hè. De dag in Frankrijk, dus dat was toch wel bijzonder. We hebben gisteren een groot vuurwerk gehad, wat echt prachtig was. Mooi. En vanmiddag had René, die was even met het bootje wat we hebben, wat achterop hangt aan de rondvaarden. En die was een heel leuk strandje tegengekomen, dus die kwam mij en onze Nederlandse buurtjes ophalen. Hij zei, kom op, we moeten naar dat strandje, daar moeten we wat gaan drinken. Dus wij hebben de wijntjes in de tas gestopt, de chippies meegenomen. En we zijn met het bijboontje naar een prachtig strandje gegaan waar we heerlijk hebben genoten. En zo onze Cartoortes Wiet hebben gevierd. Wat gezellig, hartstikke leuk. Brigitte, ja. Wat zijn er al dingen die je nu de laatste weken toch al mist? Zijn die er al? Jullie. Ah. Ah, wij missen jou ook. Nee, maar dat is dan niet alleen de omroep, maar dat zijn er. Nee, dat snap ik. Ja. Weet je, op het laatste moment, dan heb je zoveel aandacht van zoveel lieve mensen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ben je weg en dan valt dat ook weg en ben je met z'n tweetjes. Ja. En dat is heel fijn, maar aan de andere kant... Dan is het ook stil, lijkt mij. Dan zie je dan ook wat je achter hebt gelaten. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en dat zijn dan de dingen, als ik dat goed beluisterd heb, die jij dan aangeeft van, goh ja, zo'n beginperiode is wennen, is omschakelen. En daar hoort dit gevoel natuurlijk ook bij, ja. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Loopt het... Heel lief, want heel veel mensen steken je dan een hart onder de riem via de WhatsApp of via Facebook of via de mail of... Ja, skypen. Ik heb vanavond geprobeerd te skypen met een vriendinnetje uit Boksel en... Ja, dan baal je gewoon ook eventjes dat de verbinding niet goed is. Want dan wil je elkaar toch weer even zien. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Waar gaat de reis? Ga je morgen alweer varen? Is het één dag rusten, één dag zeilen als je geen verre tochten maakt? Of hoe kan ik me dat... Dat hangt een beetje af van wat het weer doet. Ja. We hebben morgen wel het plan om naar een plaatsje hier iets verderop te gaan. Dan zijn we weer een hoekje om de goede kant op van Bretagne, plaatsje Roscoff. Mm-hmm. En vanaf Roscoff willen we door naar Camaret. En vanaf Camaret willen we de Golf van Biscay over gaan steken. En dan zitten we op een gegeven moment weer in Spanje. Wow. En dus drie daagjes doorvaren. Dus dan zeg maar drie dagen en twee nachten door. En dat is dan het eerste stuk, Brigitte, waar je inderdaad drie dagen, twee nachten door. Dat is het eerste stuk in jullie reis. Ja, waar je dus echt op zee zit en uren moet maken samen met afwisselen, hè? Ja, klopt. Dat klopt. Ben je er helemaal klaar voor al qua voorbereiding om dat stuk? Ja, dat wel. Want we hebben onderweg al toch een paar vuurdopen gehad van de wind die snel draaide. De wind die heel snel weer meer werd dan voorspeld. Zeilen die verwisseld moesten worden. Het zeil wat gereefd moest worden. Maar ja, het zeil wat bleef hangen. En mm-hmm. Ja, dan is het af en toe ook mopperen op elkaar. Met name René die moppert op mij omdat dingen niet snel genoeg doen. En hij is natuurlijk veel ervarener. Ja, en hij is de kapitein. Je leert heel veel.
Ja, dat snap ik. Ik denk als wij elkaar over... we houden contact, maar als wij elkaar over een half jaar zouden spreken... Ja, dan praat ik inmiddels ook met echt een ervaren zeilster volgens mij, hè, als ik dit zo hoor. Misschien wel. Maar ja, wel. Ik dacht dat jij sparen was voor een ticket om deze kant op te komen. Ah. Zullen we dat buiten de uitzending bespreken? Nee, het lijkt me hartstikke leuk. Hey Brigitte, wij missen jou ook. Ik wens jou en René goede reis, behouden vaart en we houden contact. En alle goeds vanuit Boxtel gewend. Ook van mij, Brigitte. Ook van Geert. Ja? Nou, dank jullie wel. Hartstikke lief. Wij wensen iedereen hele fijne vakantie in Boxtel. Hele fijne zomer. En ik zou zeggen, blijf ons volgen op Facebook via de mooie Boxtelkrant en via Omroep Dommeland. Hartstikke goed, Brigitte. Dank je wel en tot gauw. Ja, en Jolijn, zullen wij snel naar buiten rennen? Want ja, ze zijn bijna klaar met de barbecue. Kom, okay. kom. Daar gaat-ie. Ja! Ja! Het is echt live, dit. Het is echt live. We zijn er. Jeroen, ja. Vertel. Wat heb je gemaakt? Nou, ik ben al tijdens bezig geweest. Ik heb twee bordjes gemaakt. Bereid vanuit de barbecue. Ja. Ik had al uitgelegd wat het is. En daarbij ook nog de bekende barbecue dingen, zoals een vleespies, een stukje kip en een hamburger. Ja. Maar daar hoort natuurlijk ook gewoon bij. En een gepofte aardappel. Is het een beetje sportvoeding, Bjorn? Of is het, Ja, zeker. zeker langs de ja. En meiden, gaan jullie dit ook op je vakantie doen? Als er warm is. Ja, als er is, dan wel. Zeker. Ja, maar niet zelf op jullie balkonnetje. Nee, ja. Lijkt me niet verstandig. Als ik het doe, is het niet verstandig. Denk het zo, maar wie weet. Oké. Het ziet er super uit, joh. Hey, ik zou zeggen, we gaan opscheppen. Ik weet niet of Yannick en Niels ons kunnen horen. Het is live. Ik zou zeggen, take it away daar in de studio. Kom zo terug. Ja, wij zitten hier heerlijk te genieten nog. Hier gaat de watervloer, hier alleen proficiat. Dit is echt lekker, Jeroen. Lekker. Ja, wat staat hier ook weer in? Avocado, groene courgette en paprika, knoflook, peper en zout. Groene gazpacho. In de keukenmachine. Alle recepten zijn ook op te vragen bij Omroep Dommeland.
Hartstikke fles en fles hebben. Dat zou ik zeggen. Alle gasten, dankjewel dat jullie er waren. Wij zijn er in september weer, als het goed is. Ja, zeker weten. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Nou, ik ook iedereen. Dankjewel voor het kijken allemaal. Heb een mooie zomer. Bedankt voor het kijken naar Omroep Dommeland. En tot in september. Ik ga naar Turkije. Dag! Bye.